allemaal en welkom bij de derde aflevering van Babbelhap. Mijn gast van vandaag is heel gezellig. Ik ken haar al meer dan 30 jaar. En mensen zeggen dat we altijd heel erg op elkaar lijken. Is ook wel zo, niet per se qua uiterlijk, maar wel heel erg qua hoe we praten en ons doen en laten. Het is namelijk mijn moeder. Hoi allemaal. Leuk dat jullie mag zijn, Charlotte. Gezellig. We gaan lekker koken. Heb je er zin in? Heel veel zin in. En wil jij misschien aan de mensen thuis een beetje vertellen wie jij bent, behalve mijn moeder? Want mijn volgers kennen jou misschien wel uit mijn vlogs. Ja, in de vlogs heet ik Juf Eline. Ooit, als je reageert. Ja, Juf Eline. Dat is omdat ik ooit in coronatijd boeken ging voorlezen voor de kindertjes. Omdat ik het ook echt miste in het begin dat ik niet kon voorlezen. Ja, ooit heb ik Japans gestudeerd. Daar ben ik toen mee aan het werk gegaan. En ja, juf zijn, dat is 2018 ben ik daarmee begonnen als zij-instroom. Ja, en waarom ben jij juf geworden? Ja, omdat ik vond dat jij zo'n mooie vak had. En echt een goede keus. Ja, heel blij mee. Ja. Ja. Maar goed, ik heb nog een hobby. Ik ga heel graag naar de sauna. Oh ja. En ik ben bezig op het moment ook met een cursus om saunameester te worden. Echt leuk. Gewoon omdat ik het gewoon heel gaaf vind. Superleuk. Jij bent ook wel altijd bezig. Ja, ik ben altijd bezig. Net als papa. Ik heb dat echt van jullie allebei. Ja. We gaan vandaag dus koken. Ja. Dat is niet per se iets wat wij nou vaak samen doen. Nee, maar het komt omdat papa het ook zo leuk vindt. Hè? Ja. Dus die vindt het gewoon echt heel erg leuk. En dan denk ik, oh laat maar. En hij doet het ook supergoed. Ja. Het was eigenlijk altijd, toen ik thuis woonde, gewoon door de week kookte jij altijd. Ja. Dan kwam ik thuis altijd hetzelfde tijdstip, was er eigenlijk altijd eten klaar. Super chill. En ik weet wel dus dat ik vroeger af en toe ging zeuren. Want ik kijk nu ook bijvoorbeeld oogappels op NPO. Dan zie je wat pubers toch irritante wezens zijn die... Oh. Oogappels, die zijn net genoemd. Die hebben prijs gewonnen. Daarom ben ik het dus gaan kijken. Maar papa die mocht altijd... Nou, mocht. Papa ging gewoon lekker in het weekend heel uitgebreid boodschappen doen. Zoals ik het ook doe. Dan ga ik lekker bestellen. En alles wat in het gerecht moet, dat haalde die. Ja, en meestal hadden we eters in het weekend. Dus dat doet hij ook altijd. En jij moest dan, voor zover ik dan nu weet, altijd de restjes opmaken. Nou ja, er lag zoveel nog in de ijskast. Niet alleen gemaakte resten, maar ook... tenminste, dat al klaar was. Maar ook gewoon nog de helft van dit en de helft van dat. Maar dan had ik altijd iets van, moeten we dit eten? Terwijl jij, nu denk ik van hoeveel respect ik nu heb voordat jij zoveel gerechten in elkaar kon flansen. En dat is wat ik sinds een jaar denk ik ook heel erg doe. Ik kan echt met restjes koken. Ja, maar ik vind het dus wel echt heel leuk dat we gaan koken. Want wat jij gaat maken is wel iets wat ik ook heel lekker bij jou vind. We gaan naar de hap van de gast. Pompoen vind ik een hele lekkere vruchtgroente. En van pompoen maak ik vaak gewoon lekker stukjes in de oven. Of ik prak het tot een dip, wat ik vandaag ga doen. En meestal heb je dan ook nog over. En dat leng ik dan aan met bouillon of een scheutje melk of zo. En dan maak ik er soep van. Dus je kan heel veel met pompoen. En het is ook super gezond. Je hebt heel veel soorten pompoenen natuurlijk. En dit, je hebt echt een hele mooie gekocht. En hij is helemaal niet groot, maar hij is zwaar. Maar deze is lichter, echt lichter dan deze. En niet alleen omdat hij kleiner is. Dus deze is echt supergoed. Er zit heel veel vers vruchtvlees in. Lijkt wel hol. En die is al een beetje uitgedroogd. Maar hij moest donker zijn, zei je? Ja, heel mooi diep oranje. Dan is hij gewoon zoeter. Ja. En deze heeft ook hele mooie regelmatige schil. Dus het is gewoon lekkerder. Het is een Hokkaido pompoen, hè? Komt oorspronkelijk uit Japan. Hokkaido. Dan gaan we nu meteen door naar de ingrediënten. Ja. Jeetje, een mooi kaartje heb je gemaakt. Kijk eens even, pompoendip. Leuk, geweldig. Het ziet er ook zo leuk uit met die hele achterkant erbij. Thanks. 1 Hokkaido pompoen, 2 teentjes knoflook, een ui, 2 eetlepels olijfolie, een blaadje verse salie, zout en peper. En heel leuk om hem af te maken met crispy chili oil. Ja, en dat had ik even toegevoegd omdat we dat heel leuk leek om erbij te doen. Doen we als garnering. Kunnen we meteen door naar de how-to. Stap 1, weet ik uit mijn hoofd, is de oven voorverwarmen. Ja, nou, even op... het hangt een beetje vanaf. Hete lucht, 180 graden of gewoon 200 graden. Terwijl de oven aanstaat, gaan wij snijden. En als het goed is dat... Ja, sowieso binnen 10 minuten heb je alles klaar. Ik ben benieuwd. Meestal snijd ik wel even dat dingetje eraf. En dan wil ik heel even kijken hoe die erin gaat. Want hij is dus hard. Ja. Dus dan... Zie je, dan blijft hij super hangen. En dan kun je maar beter even het beginnetje lekker zagen. Nu wij dit filmen is het bijna Halloween, hè? Ja, ik ga er meteen doorheen. Weet je nog dat wij vroeger 50 gulden kregen? Ja, belachelijk. Met Sint Maarten in de buurt waar wij wonen kregen we geen snoep. Maar we moesten echt via zo'n hek aanbellen. En dan kwamen ze helemaal naar beneden via zo'n portofoonding, hoe heet dat? Ja. En dan kregen we 50 gulden en mandarijnen. Ook mandarijnen bij die mensen? Ja. Ik ga ondertussen even de pompoenpitten eruit halen hoor, terwijl ik praat. Want anders... Weet je dat je die ook kan roosteren, die pitjes? Ja. Dat is wel leuk, kan ik laten zien. Dit is van 2 weken geleden toen ik Oh, maar dan gaan ze open. Ja. Dus je kunt dit gewoon recyclen, maar niemand heeft het daar ooit over. Oh, ja. Lekker. Maar zie je hoeveel werk het is? Mm. Hoe wil je dat ik dit snij? Wat ik het mooist vind is gewoon nu eigenlijk een soort repen. Een soort halve maandjes. Ja, dus, nou ja, dat je dus zo, zeg maar, je kan hem zo de helft doen en dan zo. Of je gaat zo beginnen. Maar als je door de helft gaat, dan gaat het denk ik wel makkelijker. En dan een soort reepjes. Nou, hij snijdt best prima. En dan... Ja, hij is echt super vers ook. Het ruikt naar meloen. Hij ruikt echt super lekker. Kijk, je hebt nou echt lekkere reepjes. En wat ik leuk vind, als het dus in de oven is geweest, vind ik het gewoon lekker om dit ook zo te eten. Ja, dat is heerlijk. Moeten we de ovenschaal inzetten? Ja. Zo? Ja. Maar ruikt lekker die olijfolie. Ja, dat is hele lekkere. Mm. Zo, is de eerste persing. Ik denk het wel. Ik koop altijd eigenlijk goede extra. Kijk, en wat ik bedoel is dat ik hem er even 1 keer doorheen haal. En als je nou haast hebt, dan kan je toch ook wel kleinere stukjes snijden? Ja, dan zouden ze in principe natuurlijk sneller gaar als ze dun worden. Maar die kant-en-klare blokjes uit de winkel zijn echt niet lekker. Nee, maar dat is vaak flespompoen. Ja. Dat is een heel andere pompoen dan dit is. Ruik je het naar meloen? Jij doet een soort puzzel, hè, zie ik. Kan ik ondertussen een uitje snijden? Ja, slim. Snipperen. Wow, wat ben je efficiënt. Maakt niet uit, denk ik. Nee, we doen hem later eroverheen. Dus dit gaat eerst de oven in met zout en peper. En dan snippen we hem er daarna overheen. Net als die knoflook. Die doen we zelfs als de pompoen al klaar is. Oh, ik vind dat ook lekker. Dan is hij niet zo verbrande smaak. Precies. Dan is hij niet zo rauw als dat brood wat je met die tomatendip maakte. Ja. Ik vind hem wel echt heel rauw hoor. Maar in elk recept staat altijd dat je de knoflook meteen met de ui bakt. Ik doe dat niet. Nee. Dan krijg je voor mijn gevoel alleen maar dat... Gebrande. Ja, maar ook zo'n soort vieze knoflookgeur dat je dorst hebt en zo. Ja. Zonder dat gevoel van lekker verse knoflook. Ik doe dat ook nooit en Heel doet dat ook nooit. We houden echt van die smaak van knoflook. Ja. Zo, de ovenschaal is nu mooi gevuld. Trouwens, heerlijke salie meegenomen. Zo, prachtig. Waar komt die vandaan? Uit de tuin in Zwitserland hadden we meegenomen. Oh, want je hebt thuis ook in de tuin, toch? Ja, maar dit was echt gewoon zo'n takje dat je denkt, we snoeien hem er even af. Gaat die ook de oven in, die salie? Het is trouwens ook heel lekker om thee mee te zetten. Ja? Die salie kan je er inderdaad lekker overheen doen, maar dan gaat het wel heel erg naar smaak hoor. De salie is gewoon best wel overheersend. Dit is trouwens ook super lekker om met een opgieting te doen in de sauna. Ik zal even met de peper beginnen. Het is een beetje naar smaak de peper. Ja. Ik denk dat dit een halve theelepel zou zijn als je het zou moeten meten. En dan zout. En ook dat is gewoon naar smaak. Weet je, zout versterkt natuurlijk. Nou, het ziet er prachtig uit. Het kan nu de oven in. Echt grote ringel of wel even iets kleiner? Beetje dat. Zo. Zo kan het werk. Jij snijdt professioneel. Ja, ik ben echt een professionele uiensnijder geworden dus. Als ik het terugzie in mijn vlog denk ik, wow, zo professional. En dit is nog de afgeraffelde manier. Mooi. Ik vind het nooit lekker als mensen hun uien in een ringmodel snijden. Ik ben ook meer van de blokjes, maar we gaan ze malen hè. Leuk hoor, hoe je die kaartjes hebt gemaakt. Dank je. Nou ja, normaal doe ik dus dit pas na de dip van de gast. Maar omdat we nu toch even moeten wachten, kunnen we nu de kookwekker gaan doen. Ik ga jou 5 vragen stellen die ik aan al mijn gasten heb gesteld over eten. Je mag echt wel even nadenken over je antwoord. Je mag ook echt wel even antwoord geven, maar niet te lang. Want de wekker gaat af. Oh. Ja. Oké. Vraag nummer 1. Vergeet ze steeds op volgorde te leggen. Deze. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Paling. Paling? Ja. Gewoon dat je... Ik weet, als ze zo'n borrelplank maken en dan haal ik meteen die lekkere dingetjes eruit, weet je? Ja, gewoon... jij wil altijd de lekkere gerookte zalm. Ja. Of goede geitenkaas, wel. Ja. Of van die opgerolde stukjes vis of zo. Ja. Maar paling of haring zie je ook wel eens op een borrelplank. En als er dan een paar stukjes liggen. Ja, ik vind iets visserigs, vind ik er altijd wel echt heel lekker bij. En als je iets hebt van, nou, ik wil alleen maar dips en dat soort dingen, kaas, een beetje vegetarisch. Dan zeg ik een beetje rauwkost ook. Ja. Vind ik ook dat je toch wat knapperigs en vitamines. Lekker. En het geeft gewoon een heel mooie kleur altijd. Een beetje rode paprika erbij, een wortel. Ik ga ook heel veel rauwkost gebruiken in mijn laatste aflevering. Leuk. Ja. Vraag nummer 2. Wat kook je als je even snel iets in elkaar wil flansen? Ik ben gek van boerenkool. Gek van andijvie-stamppot. Dus ik hou er heel erg van om aardappels te stampen en daar iets doorheen te doen. Ik doe wel dan efficiënt. Ik schil die aardappels en dan gaat die boerenkool op datzelfde water. Maar ik ben wel binnen een half uur helemaal klaar. Ja, dat is toch snel? Ja. Als ik bijvoorbeeld andijvstampot, ik vind dat zo lekker. Ik vind andijvie, boerenkool aten wij vroeger vaak. En dat vind ik dus niet lekker, echt vies. Ja. Rauw is die ook heel lekker. Als je door de slow juicer. Ja. En ik eet niet veel varkensvlees, ik probeer het eigenlijk niet te eten. Ja. Maar dat is dan wel echt een zonde die ik doe. Even die spekjes er doorheen bakken. Ja. Hoeft niet veel, snap ik wel. Maar het geeft het wel een heel lekker smaakje. Ja. Lekker. Nou, hoe lang ben je getrouwd ook weer? Pjoe, moet dat nadenken hoor. 1991 op goed geluk. Toch 1992 getrouwd, 1993. Ja, 1994 Olivier. 31 jaar. Dus 31 jaar getrouwd. Ja. 1 jaar ouder dan ik ben, wist ik. Allemaal in die maand, diezelfde maand ook. En stel nou dat je date vanavond voor het eerst bij je komt eten. Bijvoorbeeld papa vroeger. Wat ga je dan maken? Oh, voor papa had ik coq au vin gemaakt. Ja? Omdat mijn moeder dat ook altijd zo maakte. Heel makkelijk. Tenminste, ze deed alsof het makkelijk was. Maar het makkelijker is dat je het al kan voorbereiden. Dat is kip in rode wijn? Ja, kip aanbraden, uitje erbij, spekjes uitbakken, of champignonnetje. Mm. En dan een lekkere fles rode wijn eroverheen. In een slow cooker dan? Zo? Nee, gewoon zachtjes op het vuur. Oh. In die wijn heel zachtjes doorkoken eigenlijk. Maar slow cookers zijn best wel weer hip. Mensen zijn heel erg van meal preppen of iets 's ochtends erin doen en dan de hele dag laten sudderen. Dat is wel iets wat je dan kan maken. Ja, maar weet je, mijn moeder had dan echt zo'n pan, hè? Wow. Echt zo'n 6 van die kippenpoot, 8 van die... Ja, wij waren met z'n 6 vroeger. Zo, ja. Dus dan zaten er meteen 6 van die kippenpoot in. Ja. Er best en als er gasten waren, nou, dan kwamen er 4 mensen eten, had ze 10 van die kippenpoten in de pan zitten. Grappig. Ja. Net als Loes, mijn schoonmoeder, die doet het ook altijd heel vaak als veel mensen komen dingen met kip die je dan al kan voorbereiden. Lekker. Oh, dus dat lekker vanavond eten we dat ook. Oh, heerlijk. Ik hou ervan. Lekker. Ik vind sowieso in wijn koken echt heel lekker. Dit is je laatste dag op aarde. Wat ga je sowieso nog eten? Nou, dan komt of die paling weer, of... Oma wil het ook paling? Ja, oma ook nog op de allerlaatste paling. Of echt, weet je wel, een hele lekkere avocado. Ja. Die echt zo heel zacht is en heel nootachtig smaakt. Ja, zout en peper erop en dan gewoon... Oh, in Jeruzalem hebben we echt zulke lekkere avocados gegeten. Ja, die vakantie toen in Israël. Maar wat is, laatste vraag, jouw guilty pleasure op het gebied van eten? Nou, ik heb bijvoorbeeld van die zoute chips of zo. Dat heb ik ook. En dan vooral een beetje die wat dikkere. Handcooked. Ja, die. Maar dat is dan een soort guilty pleasure. Van eet je dan die hele zak op of zo? En dat kan ik ook hebben met bijvoorbeeld... Haagendas en dan macadamia nut. Ja, weet ik. Ik wist dat je dit... En dat dan net een beetje zacht wordt. Dat het een beetje melkerig wordt. Oh. Veel lekkerder dan Ben & Jerry's. Ja. Hij is ook niet zo zoet. Nee. En ik hou dus niet zo van ijs. Ik ben echt een hartig persoon. Maar als ik ijs eet, vind ik die... Die is lekker, hè? Oh. Ja. De timer! Oh. Dat was de kookwekker al. Oh, jee. Lekker zo met jou over eten kletsen. Ja, vind je het gezellig? Ik vind het heerlijk. Dat is echt mijn favoriete onderwerp. Hoe zou het intussen met de pompoen gaan? Ik denk dat we de ui eroverheen moeten gaan gooien. Okay. Lekker grote oven. Jullie moeten dat randje keer uitzuigen. Ja, die is vies, hè? Huh? Zo, die gaan lekker al. Lekker. Zien er... Papa zit ondertussen boven lekker met de poes te knuffelen. Zo? Doe ik het goed eigenlijk? Ja. Veel ui, hè? Ja, heel veel. Te veel? Nee. En het mooie van deze rode ui is dat als we het straks met elkaar gaan mengen, dan versterkt het dat oranje. Ja. Hij is nog wel hard. Ja? Ja. Te hard? Ja, hij is nog heel hard. Echt? Oh, het is echt veel te hard. Zo. Nou, moet wel een half uur in de oven. Ja. Nou, dan gaan wij ondertussen gewoon even chillen. Maar je mag ook nog iets anders met de kijkers delen. Terwijl je geniet van deze lekkere rauwe pompoen. Ja, wij willen graag van jou weten. Wat is jouw gouden kooktip? Gouden kooktip? Nou, het is niet zo heel spannend, denk ik. Kijk, het is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ik hou gewoon van de pure smaak. Van? Dus... Van iets. Dus van pompoen hou ik van, net als die avocado. Ja. En soms vind ik dat mensen gewoon te veel dingen er doorheen gooien. Ja. En dan, kijk, een beetje gember met pompoen. Ja, dat is ook lekker trouwens. Als je pompoensoep maakt of zo, oh lekker. Knoflook aan het versterken, zout, peper ook. Ja. Maar als je hier nog 10 kruiden doorheen gaat gooien of allemaal andere groenten, denk je, ja, wat ben je nu aan het eten? Ja. Oh, ik proef dit, ik proef dat, ik proef dat, ik proef dat. Ik zit hierin echt precies tussen mijn ouders in. Want aan de ene kant ben ik zoals jij. Ik kan echt genieten van een losse avocado met zout en peper. Of niet eens. Heerlijk. Maar ik kan ook genieten van, hoe papa het eerder zou doen, een heerlijk geroosterd goed broodje met avocado, koriander, balsamico crème, zout, peper, avocado topping crème, van alles. Dus, en jij houdt eigenlijk wel echt het meest van dat pure. Ja, en ook dat het... Soms heb je die hele ingrediëntenlijst. Ik weet, papa had een keer... 1 theelepel palm sugar. Ja, papa, zijn echt... Pap, zo'n pak palm sugar. Ja. Of 25 gram amandelmeel. Nou, ja. Kilo amandelmeel in huis. Ja. En dan denk ik, oké, mislukt het als je dat eruit laat? Ja. Wij gaan even gezellig doorkletsen en wachten op de pompoen. En dan zijn we zo bij jullie terug. Ja, tot zo. Leuk. Tot zo. Volgens mij is de pompoen klaar. Het zit er nu een half uurtje in, hè? Ja, 25 minuutjes. Ja, dus eigenlijk 20 minuten met ui, 10 minuten zonder ui. Ja. 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 En je hebt super knoflook, want wat we eigenlijk moeten doen... Kijk, we hadden het net over rauw. Die knoflook moet er meteen overheen als... Die gaat helemaal niet mee in de oven, toch? Nee, maar hij komt wel op de hitte. Dus we gaan het even mooi snijden. Maar als we dit dus bij het uithalen er overheen gooien. Oké, ja. Wie gaat het erover? Jij. Ik ga het gooien, jij moet het eruit halen. Ja, dat dacht ik al. Nou, kijk eens hoe mooi deze is. Echt helemaal. Hij werd zelfs al een beetje bruin. De knoflook gaat nu meteen mee op de bodem. Dus bij deze dip moet je er wel rekening mee houden. Hij moet een half uur in de oven en hij moet misschien ook nog wel een half uur afkoelen. Als je een babytje hebt, die net, weet ik veel, vast eten mag gaan eten in plaats van een potje of een riet. Dat is echt super lekker. Dat is wel trouwens, ik vind het best wel lekker om zo een beetje met dat eten te spelen. Ja. Nou, het hoeft helemaal niet meer in het apparaat van jou. Dat scheelt... Dank je. Oh, het scheelt weer schoonmaken. Het scheelt weer een afwasbeurt. Kijk hoe ziek schattig deze keukenhandschoen is. Moet je het schoonmaken? Kijk hoe ziek schattig deze vlek is. Ziek schattig betekent dus heel schattig. Het is gewoon een stopwoordje geworden. Kijk, zo ziet hij er dus uit als hij niet gepureerd is. Dus je kunt hem, vind ik, ook echt wel zo serveren. Maar wij gaan dus wel voor de smooth. Oké, dan gaan we nu de Maggie Mix doen. Ja? Ja. Oké, gewoon erin? Ja. We kunnen ook nog soep maken van de rest. We gaan even blenden hoor. Een mooie groene, niet een gele. Kijk, die bovenste. We hebben dus 2 kleintjes en een grote, oftewel 2 blaadjes salie die erin gaan. Biologische salie. Nog even blenden. Ga ik het vast inscheppen? Vind je dat mooi, zo van die lijnen? Dat weet ik nog niet. Dit gaat zo mooi zijn. Hiervoor moet je dus wel een beetje houden van spicy. Lijkt alsof je een taartje aan het... Wat is dat eigenlijk al dat spul? Is dat stukken chili? Ja, crispy chili. Crispy, dat is eerst. Het is toch mooi, man? Eerlijk. Doe dan nog een beetje bieslook. Finishing touch. Nou ja, het is natuurlijk ook heel lekker, want het zit in feite met ui. Het is natuurlijk een familie van de ui. Ja. Zit dit er ook in. Ik hou van garneren. Lekker. Mooi. Het ziet er zeer professioneel uit. Mooi. Nu gaan wij de taste-test doen, man. Waar gaan we dit nu mee eten? Met van die krakotten... Scotchies? Ik heb ook scotchies met rozemarijn. Gaat dat goed samen? Ja, tijm, rozemarijn, marjolein. Oh, dit is trouwens rozemarijn. Eerst even de rozemarijn. Oh. Mm. Oké, dan is het nu tijd voor de... Taste test. Oeh, je hebt wel crisper bij, hè? Dat is pittig. Oh, tegelijk? Ja, je hebt wel... Oeh, hij is een mooie structuur. En moeten we oordelen dan meteen? 3, 2, 1. Mm. Toastjes zijn lekker erbij. Lekker. Zo. Pittig? Ja, ik proef wel echt die sterke olie. Ik vind dat wel heel lekker. Wat is die smooth? Hij is heel smooth. Wow. En hebben we nog niet eens op z'n anders smooth geblend. Wow, pittig. Ja, wel pittig. Zelfs ik, hè? Dit is ook wel pittig hoor. Lekker. Lekker, wat is die romig, hè? Alsof er echt boter doorheen zit. Ja, hoe kan het zo romig zijn? Heerlijk. Maar echt smooth romig. Heerlijk. Lekker. Goed gekeurd, man. Lekker. Gezond. Deze mag niet ontbreken op een borrelplank. Goed gedaan. Gaan we nu door met de hap van Charlotte. En dit is iets wat jij denk ik niet zelf snel zou maken, maar wel heel lekker vindt. Het is een ricotta truffel honing dip. Oh, klinkt goed. Ja, het is echt heel lekker en de dip met de ricotta is super makkelijk te maken. De truffelhoning zou je dus online kunnen bestellen. Tussen de 8 en 12 euro kan je zo'n potje bestellen. Ben je eigenlijk goedkoper uit dan zelf maken. Maar ik heb dus bij Crisp weer echte truffel besteld. Maar dat is zomertruffel. Dus die heeft heel weinig smaak, maar die gebruik je vooral omdat het er heel leuk uitziet. Maar het is dus niet honing gemaakt van de truffel, weet ik veel. Nee. Het is echt honing en daar voeg je truffel aan toe. Ja. En het best gebruik je dan acacia honing. Oh, wat zo goed voor je keel is. Ja, acacia honing is echt het allerbeste omdat hij dus heel mild qua smaak is. Ja, en ik heb het al gemaakt, want het is het beste om het 6 dagen van tevoren te maken. Het ziet er echt heel mooi uit. Ja, en dit is met... Wow, al die truffeltjes. Vet hè? Dit is dus met acacia honing uit de supermarkt, maar dit is maar 80% acacia. Alleen dit kost wel maar €1. Maar hij is echt heel donker. Komt dat door die truffel die 6 dagen intrekt? Ja, want nou... Diepe kleur. Maar ik heb dus ook honing besteld bij de Holland & Barrett nu. Dat is echt acacia, maar dat is wel een stukje duurder. Daar gaan je ruikt echt een truffel. Lekker hè? Daar gaan we nu dus, ga ik nu, om het aan jullie te laten zien, weer honing mee maken. En dan ga ik dat potje weggeven. Leuk. Dus daar zit echt een goede acacia honing in. Hier dus niet. Met een kijkersvraag of zo. Nee, dan moet je even naar de Instagram gaan en dan zie je daar vanzelf ergens tussen de snippets en recepten. Zie je dus dat je daar kan reageren en dan stuur ik dat potje wat we zo gaan maken gewoon naar je toe. Leuk. Ja, lekker. De basis van deze dip is dus ricotta. 250 gram ricotta heb je nodig en die is heel erg romig en mild. En daarbij doe je dan 2 eetlepels citroensap, wat zout en 2 eetlepels olijfolie. En dan voor de truffelhoning, dat is dus een tweede dip eigenlijk die er overheen gaat. Een milde honing, 200 gram, het liefst acacia. 2 à 3 theelepels truffelolie, want daar zit truffelaroma in en dat is heel lekker. Je wil niet te veel gebruiken, want het moet niet te overheersend zijn en ook niet te dun worden, maar je moet het wel proeven. En het liefst ook een echte truffel. Als het niet kan, dan niet, maar het is wel het allerleukste. Doe het in een mooi glazen potje. Dit was gewoon een potje doperwten van nog geen euro van de Albert Heijn. En een honinglepel is ook optioneel, maar wel het allerleukste. Dan nog iets voor op je boodschappenlijstje. Als je het hierbij wil laten, kun je gewoon lekkere toastjes kopen. Dit zijn echt mijn favoriete toastjes voorbij zo'n dip. Maar als je nog meer wil gaan doen, kun je een heel lekker brood kopen. Dit lijkt witbrood, maar het is speldbrood. Ik ga je straks vertellen wat we ermee gaan doen. Je hebt dan nog olijfolie nodig, net als net al. En goed gewassen een sinaasappel, want we gaan de schil gebruiken. En de ricotta dip, die garneer je dus eigenlijk met de truffelhoning, maar ook nog met geritste tijm en eventueel een vijg. Je kan ook sinaasappelschil gebruiken, pistachenootjes, citroen, schil, van alles is leuk, maar ik heb voor een vijg gekozen. Je maakt die truffelhoning dus door het liefst acacia honing of een hele milde honing te gebruiken. Maar je kan ook een goedkope honing kiezen, maakt niet heel veel uit. En het leukste is als je dus echt de truffel doorheen doet. Maar als dat duur is, doe je gewoon lekker wat zwarte peper. Dat is ook lekker. Dan zie je toch iets door je honing heen. Of je reageert gewoon op Instagram. Dan kan je hem lekker winnen. Als je niet vies bent dat ik hem voor je heb gemaakt. Dan heb je dus... Truffelaroma is bijna niet te krijgen. Ik zocht het. Ik kon alleen maar aroma vinden wat bedoeld is voor speurhonden bijvoorbeeld. Oh ja. Dus ik gebruik zelf vaak deze truffelolie. Tartufel. Die vind ik lekker. Ruik maar. Maar dit is dus wat wij gewend zijn, het is gewoon aroma. Zo ja, dit is echt, ja, dit is gewoon hoe wij truffel kennen. Ja. Deze vind ik minder. Er zijn weinig mensen die in hun leven echt truffel hebben gegeten, dat weet ik wel. Maar deze vind ik sterker en minder lekker. Ja, maar het is ook echt aroma. Nou, volgens mij is het hetzelfde, want dat is ook gewoon olie met aroma. Ja, het is flavored, dus dat is natuurlijk weer aroma. Maar je hebt dus ook, bijvoorbeeld bij Crisp, voor hetzelfde bedrag als die grote flessen, deze. Dit is dus geconcentreerder en dat vond ik goed voor die honing, want je wil... eigenlijk niet dat er te veel olie in gaat. Je wil gewoon die smaak. Dus hiervan heb je minder olie nodig, waardoor je honing dus ook goed honingachtig blijft en niet te olieig wordt. Dus ik heb deze gebruikt. Ja. En die gaan we nu weer gebruiken. Lekker. Oké, dan snij je dus die truffel. En je kunt het ook raspen met zo'n, ik weet niet hoe zo'n ding heet, maar dat je het heel mooi kan raspen. Ik snij het gewoon lekker dun. Maar je kunt hem ook gewoon fijn snijden, want deze truffel is super zacht. En dan in plakjes die mooi dun zijn. Niet te groot, niet te klein. Je wilt het nog wel kunnen zien. Dan doe je die truffel, dus dat je hem nog wel goed blijft zien. Want anders is het zonde als je hem te klein snijdt. Doe je dat er doorheen. En dan deed ik ongeveer 30 druppeltjes van die truffelolie die wat sterker is. En dan was die voor mij perfect. Maar je kunt natuurlijk zelf een beetje experimenteren daarmee. Op zich, als je dus truffelolie koopt en een goedkope honing, is het helemaal niet heel duur om te maken. Nee. Maar met die echte truffel erdoor vond ik het wel leuker. En dan krijg je dus dit. Als jij dan het potje wil winnen die ik net heb gemaakt, moet je even naar de Instagram gaan. Deze gaat lekker intrekken. Je ziet ook echt wel het verschil hè, tussen degene... Deze is nog heel slimy. Ja. En je ziet dat deze echt al langer staat. Helemaal ingetrokken. Dus wij gaan met deze werken, want die heeft meer smaak. Ja. Dit zou trouwens echt ook super lekker zijn over geitenkaas heen. Dat is ook vaak met honing. Maar dit is sowieso heerlijk op je borrelplank. Ja. Bij kazen. Heel krachtig. En wat dus heel lekker is, dit is ook optioneel. Je kunt gewoon lekker voor toastjes gaan of brood of wat dan ook. Ik vind deze vijgentoastjes altijd heel erg lekker. Van Chris. Ja, die ken ik wel. Ja. En dan vind ik het heel lekker als je wat meer zin hebt om wat meer tijd erin te steken. Het kost niet heel veel tijd. Een sinaasappel raspen. En dan goed alleen het oranje gedeelte ervan. Goed wassen. Dus de schil bedoel je? Ja. Ja, de schil. Dat is hoe je het met de citroen doet. Mengen met olijfolie. En daar smeer je dan lekker een soepbroodje mee in. Dit is speldbrood. Ziet er wit uit. Ik hou wel van wit met dit soort dingen. Hij is lekker stevig, maar dan wordt hij ook mooi gaar. En dan goed lekker mee insmeren. En dan grill je dat lekker knappig. Net als bij de pan con tomate eigenlijk. Ja. Heerlijk in de pan. En daar gaat dan straks onze dip op. Heerlijk. Dan de dip. Dit vocht kun je trouwens volgens mij ook gebruiken, maar ik... Van de truffel? Ik weet niet. Ja, ik vind het ook te dun worden dan. Nou, het is, hierin staat truffel, water en zout. Dus het is gewoon officieel... Ja. Maar het zit wel een beetje... Er zit natuurlijk... veel smaak in. Zo, nou dit moet je echt niet weggooien. Nee, ik heb het ook geproefd, maar ik ga het niet door die honing doen. Nee, maar wel lekker bijvoorbeeld door de dressing of zo. Of nog net een beetje de pasta. Ja, ik gooi het ook zeker niet weg. Dit is een hele lekkere stevige ricotta. Mooi ziet hij eruit. Je kunt het dus met de hand gaan scheppen. Maar ik vind het lekker als hij toch een beetje whipped wordt. Wordt hij wel wat dunner. Dus dat is een keuze die je kunt maken. En dan giet je daarbij 2 eetlepels olijfolie. Waarom heb je gekozen voor dikke ricotta? Terwijl je hem juist weer gaat whippen. Nou, ik had die van de Lidl, die was iets dunner. En ik dacht, als ik dan een dikkere neem, dan wordt hij misschien iets minder dun als ik hem mix. Maar dat weet ik niet. Ik heb deze nog nooit getest. Ja. Dan doe je daar ook nog 2 eetlepels citroensap bij. Een zeefje even voor de pitten. Ja. Zo, ruikt lekker die citroen. 1, 2, 3, 4. Je moet ook geen wondjes hebben, zeg, met citroen. Nou, dat voel je echt heel erg. Oké, niet te lang. Maar nu zitten er nog een beetje klontjes in. Jij vindt dat misschien lekker, maar ik doe hem iets smoother. Hoppa. Kijk, ook kokosijs. Ja. Is ricotta ook waar je tiramisu mee maakt? Mascarpone. Oh ja. Wat doe je ook alweer met ricotta? Ik maak er cannelloni mee. Oh ja, vullen in pasta. En je kunt hem nog iets meer zuur maken of iets meer zout of iets meer olie. Maar eigenlijk hij moet heel neutraal van smaak zijn, want die rest is heel sterk. Ja, en dan gaat hij ook misschien... Ik weet niet of het goed is samen met die truffel citroen te veel. Ja, wel lekker. Ja? Ja. Dit is dus nu al klaar. Mooi. Dan schep je dit in je bakje. Ik hoop dat dit bakje dus breed genoeg is, want je wil hem echt mooi kunnen maken. Het zijn trouwens wel leuke schaaltjes zo met elkaar, dat groen-oranje en dan dit heel leuk. Roze. Het zijn ook dezelfde bakjes. Ja, daarom. Leuk met elkaar. Van de Action. Echt? Ja. Ik slaag echt nooit bij de Action. Zie je dat hij nog mooi dik is? Ik heb het idee dat deze ricotta wel iets steviger is dan die van de Lidl. Ja, geloof ik. Minder water. Ja. Hoewel ik echt fan ben. Het is ook met de kork zo. Een stuk goedkoper, hè? Een beetje water erbij. Ja, ik weet dus niet of dat zo is, maar het zou zomaar kunnen. Ik had dus een hele mooie bietensalade gemaakt met shilga. Het past niet per se qua smaak er heel goed bij, maar ik dacht ik test eventjes. Dan kan je dus heel mooi, omdat het dik is, een kuipje maken tussen je salade bijvoorbeeld. Het zat niet in een bakje, was echt heel leuk. Ga je hier die honing in doen? Ja. Gewoon in het midden. Gewoon een kuil. Alsof je een zuurtje hebt bij de boerenkool. Ja, omdat er ook mooi uitziet. Ik heb dus dit. Huh? Dan blijft alles daaraan zitten. Oh. Mooi. Oh, ruik je maar je hebt niet zo'n... Ja, heel sterk. Zo, nou ik vind dat er genoeg truffel op zit. Ja, heerlijk. Mooi. Dus eigenlijk maak je iets hartigs. Ja, doe je met iets zoets op iets hartigs. Oké, zwarte peper. Die doe ik wel overal. Geritste tijm. Lekker. Wat ik heel mooi vind hier aan dat het dus van de achterkant roze is. Ja, heel mooi. Prachtig. Dit doet hem echt. Zie je? Ruikt lekker zeg. Zo, krachtig. Very pretty. En dan kun je er dus een vijgje bij doen. Mooi. Eigenlijk is eentje al goed. Zo. Mooie vijg. Mooi, hè? En dan kun je dus lekker dippen. Je kunt ook het brood heel mooi insmeren natuurlijk. Mooi. Prachtig. Lekker. En het lekkere sinaasappelbrood. Zo, mooi gelukt. Gaan we lekker tasten. Jeetje, ziet er mooi uit zeg. Toen je het vertelde had ik niet gedacht dat het zo mooi zou worden. Het is nu tijd voor de taste-test. Taste-test. Tegelijk de taste-test. Wow, lekker. Lekker, hè? Lekker met sinaasappel ook weer. Wow. Dit zou papa ook lekker vinden. Lekker, hè? Oh, pap, dit moet je echt proeven. Lekker zo'n broodje zo. Heel lekker. En proef je dat die truffel helemaal niet overheersend is? Nee. Heel lekker. Oh, hier, proeven. Lekker met die sinaasappel ook. Heel lekker. Ik heb zelf bedacht. Ja. Een beetje hetzelfde, een beetje TikTok. Lekker. Lekker, joh. En je kan lekker die honing erbij blijven doen. Heerlijk. Lekker, hè? Kijk, dit is topbrood. Heel meer, hè? Kijk. Nee. Plakjes snijden. Sinaasappels of grillen. Ja, niet nu helemaal uitleggen. We moeten de video afsluiten. Oh ja. Ja, dan moet hij op beeld. Dit kan je ook heerlijk op je borrelplank erbij zetten. Kijk hoe leuk dit eruit ziet trouwens. Ja, heel mooi. Kan je er lekker nog overheen sprenkelen. Heel erg bedankt dat jij er was. Ja, superleuk was het. En ik heb weer wat geleerd. Lekker. Heb jij ook wat van mij geleerd? Nou, ik ken het al een beetje, maar ik heb nooit gezien hoe je het maakt. Nee, en nooit ervaren dat je het zo lekker vond. Ja, en ik ben ook blij dat we wat over hebben, want daar wil ik eigenlijk stiekem toch nog een beetje soep van maken. Oh. Dat is zo lekker. En we hadden niet verteld hoe gezond pompoen eigenlijk is. Hè? Maar dat gezond mogen de mensen zelf opzoeken. Gewoon pompoen, gezond. En dan... En laurier ook, toch? Salie, zeker. Ja. Vergeten jullie de recepten en zo niet te checken op Instagram. En als je die truffelolie honing wil winnen, wil jij hem winnen? Ja, moet ik ook reageren. Bedankt voor het kijken allemaal. En volgende week hebben we trouwens een mannelijke gast. Mega leuk. En we maken zijn hele beroemde guacamole. En een hele lekkere erwtenmuntdip. Lekker. Dus zeker kijken. Bedankt voor het kijken. Doei. Dag. 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 Het is kapot lekker.